Kunnen we niet vast in de verdediging opstellen voor een volgend nummer van het programma? Vroeg Sint-Claire lachend. In de wintertuin zullen we vrijer zijn, antwoordde Eline. Zij begaven zich met enige moeite, beleefdringend, naar de kleine wintertuin. Er zaten slechts twee groepjes, twee oude heren, aan de tafel vol lege wijnglazen en een jong vrouwtje met een jong mens die haar iets scheen te vragen en telkens met een waaier op haar knie tikte. Er hing een zwoele lucht als een adem van tropische bloemen onder de palmen, de vanilleplanten en de orchideeën. Door de glazen zag men buiten een sneeuwstorm zijn wit dons verstuiven. Zij zaten nauwelijks of zij hoorden in de zaal enige akkoorden over de piano rammelen. De acteur, die dikwijls om 11 uur 's avonds kwam, was Bas en zou duo zingen met de blonde juwelierse, nu in blauw peluche gedost. Sint-Claire en Eline zagen hen voor de piano, weerkaatst in een der spiegels van de wintertuin, terwijl een miskende componist hen accompagneren zou en zou. Ik wist niet dat ze zong, riep Eline verbaasd uit. La bonne surprise. Oh, het wordt bepaald amusant. Maar vertelt u nu onderwijl door. Er begon een blos op haar wangen te tintelen en ze kreeg iets terug van haar vroege schitterende bevalligheid. Een enkele maal bracht ze haar champagnekel aan de lippen. Aandachtig hoorde zij naar zijn verhalen. Hij sprak zeer boeiend. Daar ginds schalmden de hoge kreten van de sopraan en het lage gebrul van de bas tegen elkaar op als een schrille cacophonie. Meerdere groepjes kwamen de wintertuin vullen. Men behoefde er niet de vereiste bewondering van daar ginds te tonen. Men praatte en lachte zeer vrolijk. Vincent voegde zich bij Sint-Claire en Eline. Je ne dérange pas, vroeg hij. Par exemple, riep Eline uit. Het scheen alsof hij zich met hun drieën op een publiek feest bevonden. Ze kenden nauwelijks iemand van al die zonderlinge mensen en ze vermaakten zich met een weinig in stilte uit te lachen. De twee oude heren hadden hoe langer hoe meer lege wijnglazen om zich heen gekregen en in de schaduw van een banaan scheen het jonge mens met de waaier ongezien een arm om de leest van het jonge vrouwtje te hebben geslagen. In een andere hoek, waar men enige wijnglazen gebroken had, herkende Vincent iemand die zich voor een Russische prins uitgaf, zeer luidruchtig met twee écuyères van een cirk, van wie Vincent niet begreep hoe ze zelfs bij oom Daniel geïntroduceerd hadden kunnen worden. O, ze moeten door een achterdeur gekomen zijn. Elise zal niet weten dat ze er zijn. Gedecideerd niet, lachte hij. In de zaal ontrolde zich het programma voort. Men zong, men declameerde ernstige gedichten, men zei komieke monologen, maar de bewonderende stilte werd hoe langer hoe minder. In de wintertuin liep de Russische prins de écuyères na om ze te omhelzen. En de twee oude heren barsten eensklaps in een woedende twist uit. Ze waren zo goed als dronken. Het jonge paartje was verdwenen. Ik zou u raden u meer in de nabijheid van uw oom en tante te stellen. Het wordt hier wel enigszins zonderling, sprak Sinclair tot Eline. Vincent had hen verlaten. Eline stond enigszins angstig op en Sinclair volgde haar. Maar in de zaal was Elise omringd door een zeer luidruchtige troep, waar de dames sigaretten werden gepresenteerd en zij champagne morsten. Sinclair voerde Eline naar het balkon. Zijn trotse ogen stonden zeer strak en zijn lippen trilden even, nu hij een blik op de groep om Elise sloeg. Hoe komt u hier toch? Vroeg hij opeens aan Eline, met een ontevredenheid die zich niet vermocht te temperen. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat ik u hier heb aangetroffen? Zij zag hem verbaasd aan. Ik begrijp u niet, antwoordde zij koel. Ik vraag u hoe het mogelijk is dat ik u hier vind. U is toch niet in gezelschap dat u past? Zij begon zijn mening te doorgronden en ontstelde over zijn zo grote vrijmoedigheid.